Goeiedag. Ja, deze dag die begon prachtig mooi. Een mooie zomerdag met in de vroege ochtend hier en daar wat mistbankjes in de natuur. Zag er schitterend uit. Verder natuurlijk veel blauwe lucht. Heerlijk weer om erop uit te trekken, omdat het ook nog niet zo heel erg warm is. Natuurlijk, die temperatuur loopt op naar 25 graden, maar dat is het dan wel een beetje. Morgen bijvoorbeeld, dan wordt het een stuk warmer en kan het lokaal wel 30 graden gaan worden. Ja, op de satellietfoto zien we dat het in het westen van Europa er weinig aan de hand is. Nauwelijks tot geen bewolking. We zien wel wat wolkenvelden daar in het noorden van Groot-Brittannië en boven Rusland en de Baltische Staten. Achter mij, daar zijn natuurlijk ook veel wolkenvelden aanwezig momenteel. Een prachtige krul is daar zichtbaar. Maar wij dus in het gebied waar nauwelijks bewolking voorkomt, ook in Parijs waar de Olympische Spelen gaande zijn, is het vandaag een prachtige dag met hoge temperaturen. En dat komt allemaal door een hoge drukgebied. Dat hoge drukgebied dat zien we hier terug boven het noorden van Nederland en boven Duitsland. En dat hoge drukgebied dat houdt die storingen voorlopig nog op afstand. Als ik de animatie aanzet, dan zien we wel dat in de loop van dinsdag er wat buien tot ontwikkeling gaan komen boven Frankrijk. Die komen naar het noorden toe in de nacht van dinsdag op woensdag. Misschien wel wat meer wolkenvelden, vooral in de zuidelijke helft van het land. En misschien ook nog wel een restant van zo'n bui die over gaat trekken. Maar woensdag overdag, ja, die verloopt toch eigenlijk wel weer overal droog. Heel misschien aan het eind van de dag in het uiterste zuidoosten, dat daar nog een stevige regen- of onweersbui tot ontwikkeling gaat komen. Op donderdag is die kans op buien duidelijk groter. Dit lage drukgebied, dat komt dan meer naar het noorden. En de bijbehorende onstabiliteit kan dan ook boven Nederland voor buien gaan zorgen. Maar vandaag een prachtige dag, een mooie zomerdag die nog lang warm blijft. Vanavond als de zon ondergaat zitten we zo tussen 20 en 23 graden. En dat alles bij een zwakke tot matige noordoostenwind. Ook vannacht is het gewoon helder en rustig. En morgen overdag, dat wordt de warmste dag van de week. In een groot deel van het land kan die temperatuur dan oplopen naar 30 graden. Misschien wel 31 graden. Nog steeds een zwakke wind uit het oosten tot noordoosten. Er is veel zon, er trekken af en toe wel wat wolkensluiers voorbij. Misschien in de middag ook nog wel een klein stapelwolkje. Het blijft in ieder geval droog. In de nacht van dinsdag op woensdag en woensdagochtend misschien in het zuiden de restanten van een bui uit Frankrijk. Er zijn wel wat meer wolkenvelden en het wordt ook broeierig warm. Temperatuur loopt op naar zo'n 27 tot 30 graden op die woensdag. Donderdag, dan is de buienkans duidelijk wat groter. Temperatuur blijft wel zomers met 25 graden. En de dagen erna zien we langzaam maar zeker dat de wind weer in de zuidwesthoek gaat zitten. Met name in het weekend is dat het geval. Ja, dan kan het toch weer wat onstabiel gaan worden. En is er zo af en toe kans op een enkele bui. Nog een fijne dag.